Check de beschrijving van deze video voor nuttige informatie of andere werkende glitches. En ik zeg yo 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 vriendjes en vriendinnetjes, welkom terug bij Daddy Cool. Yes, hebben we weer gasten met een Arena Gift Cards to Friends tutorial. Ja, want wat is er nou aan de hand? Ik heb laatst al heb ik een keer een videootje opgenomen van de nachtclub methode. Een vrij uitgebreide video hoe je dat in de nachtclub precies kan doen. Die is super makkelijk, maar het kan ook in de arena en die bestond er al. Maar er is nog een methode bijgekomen. En om te laten zien dat ze allebei nog werken, ga ik ze allebei voordoen. De twee methodes om glitched out te gaan in de arena. Als allereerste heb je een vriend nodig die de auto gaat geven natuurlijk. We zitten samen in een invite-only sessie en de vriend die start een job. Titan of a job of nou, quick job, maakt allemaal niet zoveel uit. Maar in ieder geval, hij zit in een job lobby. En dan wacht hij eventjes rustig. Nou, wij nemen even de auto mee naar buiten. En dan laat ik de eerste methode zien. Dat is de oude methode zoals we vroeger altijd deden. Wat deden we? Namen een aanloopje richting de arena. En op het moment dat de wielen hier loskwamen bij die witte streep, dan dubbelklikten we op onze PlayStation knop. Dan gingen we zo snel mogelijk de vriend joinen. En dan spamden we door alle alerts heen. En dat werkt nog steeds. Maar ja. We gaan het eens een keertje voordoen. Eens even kijken of ik het nog in de vingers heb. Laten we het zo maar zeggen. Oké, we gaan aanloopje nemen. Springen. Dubbelklik PlayStation knop. Join de vriend. Accepteer alle meldingen erachter. Alle meldingen erachteraan. Nee, ging niet goed, denk ik. Jammer. Nee, oké. Uithuilen en overnieuw beginnen. Dat zeg ik ook zo vaak, jongens. Gewoon uithuilen, overnieuw beginnen. Als iets niet lukt. Hij is niet per se gepatcht. Maar misschien heb je gewoon een beetje pech. Nou, laten we het nog een keertje proberen. Aanloopje nemen. Op het moment dat de wielen loskomen. Nu dubbelklik PlayStation knop. Join alle meldingen. Accepteer. Ja, dit gaat beter. Accepteer alle meldingen. Ik zag heel even kort dat ik onder een map terecht kwam. En dit is de map zoals je hem wil. Een geflikkerd beeld. Dus het beeld dat knippert. En je zit op dit moment onder de map. Je kan ook uit de auto stappen. Maar er zal vervolgens niks gebeuren. Je blijft een eeuwigdurend, vallend scherm hangen. Join nogmaals de vriend. Hij zit nog steeds in die job, dus dat maakt niet uit. We accepteren de eerste melding. Wachten 5 seconden. We accepteren de tweede melding. En dan gaan we de lucht in. Komen we terug naar beneden. En we staan weer op de map. Even wachten. Ja, daar staan we weer op de map. Ah, lekker. Dus deze methode werkt nog steeds. Dus zeker voor de PlayStation 4. Hè, dat dubbelklik PlayStation knop. Dat schijnt dus niet meer op de PlayStation 5 te werken. Maar of Xbox en PlayStation zouden dit in principe allebei moeten kunnen. Nou, laten we in ieder geval zeggen PlayStation 4. Daar werkt hij in ieder geval goed op. Want dat heb ik dus vanavond gedaan. Hier gaan we zo dadelijk heen, hè? Gaan we dupliceren. Maar ik wil ook een andere methode laten zien. En misschien is die handig voor Xbox gebruikers en voor PlayStation 5 gebruikers. Want wat gaan we doen? We gaan gebruik maken van de binnenzijde van de arena. Eigenlijk hetzelfde als de nachtclub. We gaan eigenlijk met de lift glitched out raken. Ga als allereerste even naar B level 1 of B level 2. Maakt niet uit, B level 1, B level 2 is goed. Want we gaan straks terug met de lift naar de workshop level. Laten we even duidelijk zijn, we zitten in een invite only sessie. En we kunnen elkaar dus niet joinen. Dus als de vriend nu een job start, een Titan of a job of een race lobby of weet ik veel, desnoods een quick job, maakt niet uit. Hij start een job en dan kunnen we niet bij hem komen. We krijgen namelijk de alert stream dat de session die je wilt joinen private is. Dus dat gaat hij doen. Hij gaat een job starten. Nou, en dan gaan wij hem alvast een keertje joinen. Hij zit in de job op dit moment. Mama zit in de job. En we joinen haar even door op onze console heen. Dan krijgen we de alert stream of we een andere sessie willen joinen. Die accepteren we. We wachten een seconde of 5. En dan accepteren we de tweede dat de sessie private is. Oké? Okay? Dan komen we weer terug. Nu hebben we de mama voorgejoind. Want we willen straks zo snel mogelijk de vriend joinen.
En hoe gaan we dat precies doen? Nou, we gaan voor de lift staan. Op het moment dat we de workshop level hebben geselecteerd, dan willen we ook gelijk de vriend joinen. Dus selecteer de workshop level, dubbelklik PlayStation Club, join de vriend, accepteer de eerste melding, wacht 5 seconden en accepteer de tweede melding. Het kan dus zijn dat je in de PlayStation 5 net andersom moet doen. Hè? Dat je dus eerst de vriend moet joinen en dan heel snel op workshop level moet klikken. Ja, omdat die dan trager is met dat heen en weer switchen. PlayStation 4 werkt nog steeds het beste. Dubbelklikken op de PlayStation knop. Je zit gelijk bij die join friend als je daar vandaan kwam. Oké, dit is gelukt. Je ziet het, hè? We hebben links onderin. We hebben geen minimap meer. Dus daaraan kan je zien dat je glitched out bent. Nou, pak even een voertuig en rij hem naar buiten. Als we buiten komen, moeten we weer terug naar binnen rijden. Alleen dit gaat iets anders als normaal gesproken dat ging bij de nachtclub. We gaan nu zo dadelijk op kruisje spammen, op de workshop level en op de driehoekje. Dus dat is E-button, Y-button of X en driehoekje, driehoekje, driehoekje. Dus doe dat maar. Dus X-button en driehoekje tegelijkertijd spammen. Of als je een Xbox hebt, de E-button en de Y-button tegelijkertijd spammen. En dan zie je het, hè? Ja, we vallen door de map heen en onze auto gaat weg. Hé, ze hebben onze auto gestolen. Hé, kom maar, kom terug. Nou ja, goed. Maar hij is wel gelukt. Dus je ziet het, hij is gelukt. We hebben nu staan in glitched out hier buiten. We zijn door de map heen gevallen en dit is helemaal goed. Nu moet je alleen nog even kill yourself doen. Nou, je ziet het al in de video. Ik vergeet dat eigenlijk even te doen. De vriend komt op dit moment uit de job en we gaan nu hier naartoe om de glitch verder te doen. Zoals ze zegt, hè, ik vergat even kill myself te doen. Nou, dat is wat ik heel vaak hoor. Mensen vergeten dat dan wel eens. Hè. Maar dat is wel een essentieel onderdeel van deze glitch. Want als je dat niet doet, dan kan het maar zijn dat de glitch niet werkt. Of je valt door de map heen. Dat had ik dus. Dus ik viel gewoon dwars door de map heen. Ja, doe even kill yourself. En, of take the easy way out, of hoe je het ook wil noemen. En dan zal je daar geen last meer van hebben. Oké? Dus niet vergeten, jongens. Ik was het ook vergeten. Het kan de beste overkomen. Je hoort het, hè. Het kan zelfs mij overkomen. Nee, ik ben echt niet de beste. Echt niet. Maar het kan je overkomen. Oké, we gaan naar de dingen toe. We gaan naar de vriend toe die de auto gaat geven. Gaan we hier ook even de MOC opvragen. Hè? De Give Cars to Friends is altijd op deze plek. Hè? Je zijn er inmiddels vast wel een keertje bekend mee. Maar deze methode is dus eigenlijk gewoon wat we altijd doen. Alleen het glitched out raken, daar heb ik nu twee methodes van laten zien in de arena. Ik zal hier ook even het linkje bij doen, rechtsbovenin, hoe het in de nachtclub gaat. Ja, in principe werkt het allemaal hetzelfde. In principe heeft het allemaal dezelfde principe. De stappen zijn dan net een klein beetje anders. En je ziet trouwens, de vriend die heeft de auto aan één kant geparkeerd tegen de muur aan. Dat is hetzelfde als dat die op passenger staat. Hè? Want het voertuig mag je niet aan de bestuurderskant betreden. Het moet altijd op passenger staan. Of zoals je hier nu ziet, dat je hem aan één kant tegen de muur aan zet. Dat kan ook. MOC is aangekomen. Ik heb even een voertuig opgeroepen. Die stond achter in de MOC trouwens, maar maakt niet uit, mag ook ergens anders staan. De vriend die komt bij jou naast je in de auto zitten. Wat doet hij? Hij opent even zijn options menu. Ja, dat heet startmenu, hè, bij jullie op de Xbox, maar bij ons heet het options menu. En hier blijft hij gewoon in wachten. Hij kan zelfs een keertje op L1 klikken of linker bumpen. Dan komt hij in de gallery uit en dan kan hij een beetje er doorheen kijken. En dan ziet hij ook een beetje wat er gebeurt allemaal in game. Hoeft alleen maar eigenlijk options in te drukken. En dat is al voldoende. Dan gaan we achter onze MOC staan. We klikken op het rechterpijltje dat we de MOC in willen. En de vriend wordt op dit moment uit de auto gekikt. Nou, prima. We rijden een klein stukje naar achter. En we gaan eerst een story mode character selecteren. Je kan natuurlijk ook dan altijd gebruik maken van different targeting mode. Maar dit is toch echt makkelijker. Selecteer een story mode character. En annuleer het zwarte alert screen dat je de sessie wil verlaten. Nu gaan we naar de MOC te lopen. De vriend moet in de buurt staan, want je moet de option Enter Alone hebben. Nou, dat heeft hij dus nu. Enter Alone, die selecteer. We komen vervolgens in een eeuwigdurend laadscherm. Wat doen we? We gaan weer een story mode character selecteren. Hou je pijltje naar beneden ingedrukt. Rechter joystick omhoog houden. Laat je pijltje naar beneden los. En cancel deze zwarte alert screen dat je de sessie wil verlaten. Nee, we willen niet de sessie verlaten. We willen deze auto pakken. Nou, dat doen we dus. We stappen erin. En hatsenflats, hij staat zo in jouw MOC. Dit is jouw duplicatie van de auto van de vriend. Mensen soms helemaal paniek. Oh, daddy, ik kan echt niet in die auto rijden. Als ik instap, dan gaat hij niet achter het stuur. Ja, geen paniek, gasten. Oh, geen paniek. Loop gewoon even naar buiten en dan vraag je buiten even dat voertuig op vanuit je MOC. En dan zal hij het vervolgens weer wel doen.
Ik hou het op deze ene auto. Maar je zou in principe door kunnen blijven gaan. Hè? Je zou in principe nu een andere voertuig ergens uit een garage kunnen trekken. Behalve uit je motorclubhuis. Maar uit een andere garage. Een motor of een auto of een Elegy. Weet ik veel waar jij van af wil. Daar kan je dan oproepen. En dan doe je weer de Give Cars to Friends. Ja, dit blijft gewoon eeuwigdurend zo achter elkaar. Dat glitst uitgaan bij de arena. Dat hoef je maar slechts eenmaal. En daarna kan je onbeperkt aantal auto's blijven doorgeven in deze sessie. Nou, hier staat mijn auto, hè. Dit is de duplicatie van de vriend. We zullen eens even vragen of mama even wil instappen. En dan zullen we even naar haar auto rijden. En dan kunnen we ook gelijk even laten zien dat de vriend de auto houdt. Ja, ja. Het is Give Cars to Friends, hè. Maar het betekent eigenlijk Give Duplicatie to Friends. En duplicatie, ik hoor jullie denken, hey, money glitch. Is dat ook een money glitch? Nee, dit is geen money glitch. Let even op de kentekens. Deze kentekens zijn namelijk exact hetzelfde. Het kenteken sexy is van mijn mama cool. Maar die is niet van mij. Dus ik heb dat kenteken niet in mijn kentekenlijst staan. Dus dat betekent dat ik een dirty kenteken heb. En selecteer even naar je, gaan even naar je plates. En kijk even of je een ander persoonlijk kenteken erop kan zetten. Kan je dat niet, blijft de auto dirty, mag je hem ook niet verkopen. Als je je persoonlijke kenteken er wel op kan zetten, ja, dan zou je hem mogen verkopen. Maar ja, waarom zou je een auto verkopen die je van je vrienden krijgt? Nee, dat ga je niet doen. Nee. We gaan gewoon gebruik maken van de vriendse auto en daar gaan we heel veel plezier aan beleven. Dit was hem weer, de Full Arena Glitch Out Methode Tutorial. Dit was hem, Daddy Cool, signing out, till next time. Yo. Mama, pak toch een bakje koffie. Ja, natuurlijk met een gekleurde koek.